Ik woon hier 54 jaar. En die maatregelen die mevrouw Halsema doet, is een beetje dom, zou Maxima zeggen. Veel binnenstadbewoners reageren vol ongeloof. Al was nog niet iedereen op de hoogte van het nieuws. Waar merkt u aan dat het... Is geen grap? Het is geen grap, nee. En dan is het even schrikken. Ik vraag me af welke randebiel, zou ik bijna zeggen, dat bedenkt. Ik begrijp dat niet. Het is gewoon tegenovergestelde van wat deze buurt nodig heeft. Want er is juist meer politie nodig. En ze doen heel goed werk. Ik denk ook dat de politie er hier niet blij mee is. In 2016 start de oud-burgemeester Van der Laan het binnenstadoffensief. Er komt binnenkort een speciaal politieteam dat de binnenstad moet heroveren op zakkenrollers, nepdrugsdealers en overlast veroorzakende toeristen. Maar die extra agenten zijn dus nu verleden tijd. We hebben het gewoon nodig, die politie. Dat is gewoon zo. Want als er wat aan de hand is, dan moeten ze toch gelijk kunnen komen. En als er geen politie is, waar blijven we dan? En niet de zoveelste keer weer terugstappen, weer... Het kan niet anders. Waar een wil is, is een weg. En dit is noodzaak.